Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Noob tot Commander. En jongens, vandaag gaan wij eens even weer lekker verder met onze gast genaamd Don Movies. Toch Don Movies? Ja, even zien. Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Noob tot Commander. En jongens, het is een beetje met de naam, want nou ja, origineel zei ik dat hij van Noob tot Commander zou heten. Maar ik heb hem toch besloten om gewoon Noob tot Commander te noemen, want nou ja, dat is gewoon beter. Maar goed, een beetje laat denk ik. Maar goed, we gaan gewoon maar eens even weer beginnen. Fight match. Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Noob tot Commander. En jongens, vandaag gaan wij eens even kijken, want vandaag gaan wij eens een keer weer Team Deathmatch doen. Ik ben gewoon dus benieuwd wat er gaat gebeuren als we Team Deathmatch gaan doen. Eens even kijken, hopelijk winnen we dan een keer, want nou, ik heb nog geen één keer gewonnen. Ik weet het heel noob, maar ja, ik snap het ook niet. Eens even kijken, want ik ga zelf niet zo heel erg slecht. Ik maak redelijk kills, ik word ook wel heel vaak gekilled, maar ik hef het wel redelijk op, dus het ligt niet echt aan mij. Eens even kijken, Creator Soldier. Don't Movies, wat kunnen we daar nog even mee aan doen? Layout. Dit ding is gewoon poep. Hebben wij al genoeg? Nee, we hebben nog maar 4 squad points. Geweldig. Zullen we zien. Kunnen we hier nog wat van unlocken dan? Want eigenlijk wil ik hier nog wel wat op hebben. Grenade Launcher. Nee, dat doen we niet, denk ik. Wat is dit? Armor Piercing. High penetration rounds effective against enemy control vehicles and infantry armor. Oké. Okay. Semi-automatic, burst fire. Oké. Okay. We kunnen dat erop doen. Of we kunnen grip erop doen. For grip. Dat is eigenlijk wel heel handig, denk ik zo. We kunnen maar 2 attachments erop doen. Dat is wel easy, want daar heb je perk voor nodig. Dus ik heb nu deze erop. Dus het moet allemaal redelijk goed gaan. Want ik loop een beetje te mekkeren dat ik niet genoeg. Of dat ik te veel recoil heb. Dus wat dat betreft. Team Deathmatch, oké. Okay. Eens even kijken. Oh ja, die weer. Overlord. Dat is een leuke map. Doe die maar weer. Oh god. Oh, Whiteout. Oh, die is ook leuk. Ja, Whiteout. Dat is met die sneeuw en zo, met die stad en alles. Ja. Dat is wel cool. Eens even kijken. Zet mij eens even bij de ghost. Ik wil bij de ghosts. Ik wil bij de spoken. Ik wil kunnen spoken en zo en meuk. Track your leaderboard voor de bladibla. Oké, dit. Oké, zit ik bij de ghost of niet? Nee. Heet niet iemand koffieprut? What the fuck? Wie noemt zichzelf nou koffieprut? Kijk gewoon koffieprut. Oh god. De match is net begonnen. Dat is mooi. Even kijken. Ik weet niet of ik bij de ghost of bij de andere lui zit. Kan ik dat ergens zien? Nee. Geweldig. Nou, kom op. Waar zit iedereen? Huh. Daar zit iemand. Oh god, hij heeft veel meer, veel minder recoil. Dat is mooi. Heel mooi. Oh, wat? Neem controller. Please no. Please no. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Jezus. Ja, zit dat daar, meneer? Ga dood. Nee. Oh, ik moest reloaden. Prut, anders had ik hem wel gehad. Shit, man. Holy shit, wat een begin van de aflevering. My god. En ik val mijn controller uit en daar fuck gewoon. Ja, dat is een long shot, dank u wel. Zullen we zien. Oké. Hier is mijn setcom. Dat ding is echt fucking goed en mooi en leuk en zo. Oké, we zijn dood. Gecondoleerd, zullen we zien. Ja, hallo. Trusta. Juggernaut. Ik heb Juggernaut gekillt. Yes. Oh god. Heel leuk, heel leuk. In mijn ars. Ik word ook alleen weer in mijn ars gekillt, hè. Zo erg. Hey, hier lopen weer mensjes. Ja, hallo. Wat? Ja, omdat ik. Het is ook zo naar. Als je beschoten wordt, dan krijg je wapen en ik heel veel recoil. Dan gaat het op en neer. Jezus. Dat vind ik wel vervelend. Dat moeten ze eruit patchen, vind ik. Ach ja, het zijn ergere dingen te bedenken. Buskill. Laten we dit doen. Fire! Oh, je hebt dat dood. Oké. Ik ga via deze kant lopen, denk ik. Even kijken. Oh, daar kan ik niet langs. De fuck, Ronald. Zullen we zien. Het zal vandaag een wat kortere aflevering zijn, anders had ik door alleen maar even deze Team Deathmatch. Want
Nou ja, oh god, er staan win ik voor de verandering. Holy motherfucking god. Nee, maar ik ga alleen maar even, even één team deathmatch doen, jongens. Want ik heb het nog druk en ik moet nog andere dingen doen. En ik wil toch nog even snel dit doen voor jullie, dus wat dat betreft. Zullen we zien. Hi. Ja, jammer joh. Ja, ploep. Zo, nog een set komt erbij hier. Dat is echt zo handig. Hi. Niemand? Nee. Godver. Dat bedoel je met die wapenrecoil. Je wapen gaat helemaal zo van... En helemaal dood en meuk en zo. Hé, hey, was dat mijn set? Kom dit toch? Mijn set komt... Oh, die staat daar. Oké. Shit, gek. Oké, hier zijn veel mensen. Laat die hieronder gaan zitten. Lol. Oh, ik schrok me echt. Echt de pleuris gewoon. Zullen we even zien. We staan winning. Yeah. De eerste win. Tenminste, niet te vroeg jou gerold had. Want oh, het kan zo snel misgaan. Even kijken. Ik weet dat er zo'n duwtje hier ergens pannenkoek zit te pakken of zo. Of zit die even leuk te douchen of zo? Nee, oké. Yeah, kijk wat ik doe. Fucking free jumper. Oh god. Kampeerder. Zal ik even een kampvuurtje aanleggen en een beetje kool hier of zo? Ja, hup, dat is recht in je anus. ik moet even voor die gede daar in het huisje moet ik even een kampvuurtje aanleggen. Omdat, nou ja, heeft het koud en zo, dus. Dat doe je dat soort dingen. Assisted suicide, heel leuk. Jongen, ik ga in dat huis straks zo'n ding zetten. Nee, ik zet hem gewoon hier. Moet je gewoon altijd doen. Altijd die setcom daar neerzetten, want dat is gewoon handig. Maar nog 2 kills, Ronald. You can do this. Kom op. Je moet toch wel je ding kunnen halen vandaag. Je ding. Je meuk. Moet kunnen. Au. Ja, zo gaat het ook echt gebeuren hier. What the fuck, die liep hier net iemand. Of zie ik dingen? Ik zie weer dingen, denk ik. Ik zie weer dingen, ik weet het wel zeker. Ja, nog 1 kill en dan heb ik mijn hond. Kom op. Echt, ik ben helemaal zo in de band van de ring. Nee, maar ik zit helemaal zo van, ik wil mijn hond. Ik wil mijn hond en ik wil hem nu. Geef mij mijn hond. Breng het. Oh, nee! Wat noob van mij. Ik kon hem niet aan. Ik was helemaal zo... Ik zit helemaal gefroost op mijn controller. Zo van... Nee, laat ze me met rust. En toen... Ja. Ja, hij was het. Nee, hij was het niet. Volgens mij heeft Juggernaut mij gekild. Of Juggernight. Oh, care package. Oeh, care package. Geef dat maar. Ik wil een Moab uit de care package. Mag wel, hè? Ik mag wel een... Oh, dat is een... Dat is ammo. Oh, nee. Voor je weapon. Ik wil nog een keer dat doen. Ik wil een ander wapen hebben. Nee, geen minuut, maar dit vind ik wel leuk. Bring het. Boom, 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 boom. Oké. Okay. Wat heb ik nog maar dit ding? Oké, geef maar. The fuck heb ik hier? Wauw. Fucking ACOG-scope wapen. Hier, yeah, bitch, ik heb een ACOG. Veel leuk, hè? Ga hier op een beetje zitten, zo. Als ze langskomen, zijn ze door. Hi. Godverdomme, ik zag hem, hè. Kijk, heb je hem zitten, jongen, hier. Hallo! En, oh, wat erg. Ik had hem. Ik ben zo slecht, hè. Ik zou hem zo moeten hebben gehad. Maar ja, ik ben het, dus... Geef mij nog eens even zo'n wapen, dat wil ik wel, eens even. Geef me nog maar even zo'n E-kok of een sniper of zo, is ook leuk. Doe maar, geef maar. Oeh, nee, mijn wapen. Oeh, grenade launcher dit keer. Oké. Dat functioneert ook wel, hè. Je launcht gewoon iedereen dood hier met een launcher, hè. Even zien, hè. Boem, boem. Wow, daar hadden we echt heel veel aan, Ronald. Echt heel, heel skillful. Nou, dumpen we daar maar dan. En nu heb ik alleen een handgun. GG, Ronald, GG. Wat? Orbital. Orbital V-set.
Maar. We zijn winning, dat is heel mooi. Oh, hi. Oké, yes! Look what I did. I did that. I did that with my mind. Yes. Ta 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 ta, beste kill ooit. Eigenlijk niet. Maar goed. Echt ging goed. Wat was mijn kill death ratio? 17 op 10. Kijk jongens, dit wil ik gewoon. 17 op 10, dat is gewoon goed. Dat vind ik gewoon goed voor mijzelf. Jongen, koffieprut heeft het nog niet verkeerd gedaan. Ik zag gewoon MVP van mijn team. Ben ik gewoon een goede kotspeler of wat gewoon? Nou, het zal wel. In ieder geval jongens, het spijt me, maar ik moet het hierbij laten voor vandaag. Want ik heb nog zoveel dingen te doen. Dus ik ga van jullie vragen, laat alsjeblieft een like achter voor mijn allereerste win in Call of Duty Ghosts. Dit is echt geen grapje, dit is mijn allereerste win. Ik maak echt geen grapje. Dus bedankt voor het kijken, tot volgende keer. Vergeet niet dus om een like achter te laten. Je kunt altijd even abonneren voor meer Call of Duty Ghosts. Dan krijg je alle nieuwe video's automatisch in je subbox. Je kunt me ook even volgen op Twitter, @ShadowGames23. Want daar zie je wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Dus jongens, tot volgende keer. En ik zie jullie weer de volgende keer bij meer Noob tot Commander. Dus ja... Later, mensen.